De beste manier om iemand iets duidelijk te maken, is het hem met eigen ogen te laten zien. Vandaar dat de landbouwvoorlichting bij haar werk van ouds gebruik maakt van demonstratieveldjes. Iets royaler van opzet zijn de voorbeeldpercelen om te demonstreren hoe met nieuwe methoden betere opbrengsten kunnen worden verkregen. In groter verband wordt gebruik gemaakt van het voorbeeld bedrijf. Hier worden verschillende maatregelen die hun bruikbaarheid voor een doelmatige bedrijfsvoering hebben bewezen, in praktijk gebracht. Het voorbeeldbedrijf is echter op zichzelf aangewezen. Het ondervindt geen steun van de omgeving en kan alleen die maatregelen nemen die op dat voorbeeldbedrijf passen. Het is dan ook lang niet voor allen het meest geschikte voorbeeld. Een voorbeeldbedrijf dat kan hele goede invloed op de omgeving hebben. Maar de mogelijkheden die zijn natuurlijk beperkt. Een voorbeeld dorp zou een belangrijke stap vooruit kunnen betekenen. De bezoeker die vindt dan meer zijn eigen omstandigheden terug, omdat de bedrijfsomstandigheden sterk uit elkaar lopen. Bovendien kunnen ze verbeteringen samen aanpakken. Het idee werd besproken in Friesland. Het idee werd ook besproken in Brabant. Juist het gemeenschappelijk aanpakken van de problemen is zeer belangrijk. Het gaat er immers om dat in een aantal boeren komen tot een moderne bedrijfsvoering, maar dat is voor iedereen noodzakelijk. Daarom is er gezocht naar een dorpskern waar de bedrijven bij elkaar liggen. Wij verwachten hiervan dat de boeren door onderlinge initiatieven zich aan elkaar kunnen optrekken. Tevens kunnen op de gemengde bedrijven sommige werkzaamheden, zoals aardappelselectie, gebruik van landbouwwerktuigen, onkruidbestrijding enzovoorts, prachtig gemeenschappelijk worden aangepakt. Het gemengde bedrijf is een gezinsbedrijf en daarom zal ook aan de huishouding grote aandacht worden besteed. Bedrijf en huishouding vormen een eenheid. Plannen om tot hele voorbeelddorpen te komen vonden weerklank. Ze werden uitgewerkt en weldra was het werk in volle gang. Ja, met Penders. Van welke krant zegt u? Ik zal eens even kijken. Ja, dat kan er wel vanmiddag om 2:30. Ik zal er tegelijk kijken of de film over de oude toestand gedraaid kan worden. Tot vanmiddag dan. Ja, dat is het zo ongeveer. En nu het filmpje. U kent natuurlijk Oosterwijk in Brabant met zijn vele prachtige vennen. Vlak daarbij ligt Kerkhoven, de buurtschap die voor het ene voorbeelddorp werd uitgekozen. Was daar geen beste boel. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar die opslag van aardappels in de graanstoppel. Wat onze assistenten die dagelijks de boeren optrekken tegenkwamen, was vaak bedroevend. Hier was het een aardappelveld, waarvan de helft was aangetast door de aardappelziekte, een gevolg van onvoldoende ziektebestrijding.
Daar rood en zwart blond vee door elkaar. En dan het grasland. Dat was niet veel moois. De inspringende houtwallen, die een flink stuk kostbaar land in beslag nemen, moesten nodig opgeruimd worden. Op vele plaatsen was de afrastering nog primitief. Primitief waren ook de landwegen, met bovendien veel onkruid erlangs, dat grote overlast veroorzaakte op de aangrenzende percelen. Ook de boerderijen zelf waren vaak onpraktisch ingericht. Slaapplaatsen die spotten met alle begrip van hygiëne. Er werd nog geslapen in bedsteden. Dit wat je moet een keuken voorstellen. Hier, nog zoiets. Of keukens als deze, vaak wel mooi, maar veel te groot, zodat de vrouw alleen voor het vele lopen al doodmoe wordt. De huizing van het vee was net zo gebrekkig. Buitenhokjes waar regen en wind vrije toegang hadden. Was het in Kerkhoven. Zo was het vaak ook in Rottevallen. Rottevallen in de buurt van Drachten, midden in het Friese woudengebied. De bedrijfsomstandigheden zijn hier totaal anders dan in Kerkhoven. De stallen hadden onvoldoende ventilatie. Luchtafvoer door slechts één ventilatiekoker, die bovendien fout van constructie was. De ramen waren veel te klein. De stallen waren benauwd en somber. Het was er vuil en stoffig. Waterleiding was er niet. Het gevolg was onder andere verkeerde en onvoldoende reiniging van het melkgereedschap. Voor de varkens was de behuizing minstens net zo gebrekkig. Zo zagen de hokken eruit. Behoorlijk schoonhouden en voeren was onmogelijk. Het sterfterisico was hier dan ook abnormaal groot. Ook voor de kippen was het een ongezonde toestand. En schone eieren te winnen, waar het tenslotte om gaat, was onder deze omstandigheden vrijwel niet mogelijk. Het was hier met het huishouden ook niet zo goed gesteld. Deze woonkamer deed tevens dienst als keuken. Het aanrecht was bij de bouw vergeten.
Toch is deze boerderij nog niet zo oud. Doordat er geen waterleiding was, moesten er geweldige afstanden worden gelopen. Om koffie te zetten en op te dienen niet minder dan 136 meter. Voor de gezinswas bijna 2 kilometer. Al met al viel zowel in Kerkhoven als in Rottevallen op velerlei gebied een te achterstand te constateren. Nou, dat was geen kleinigheid als het allemaal verbeterd moest worden. En dat zal wel handig om het geld hebben gekost. Als het niet al te onbeleefd is, waar is het geld vandaan gekomen? Ja, dat is een verhaal op zichzelf. Inderdaad, dat is een verhaal op zichzelf. In Rottevallen hadden de boeren wel oren naar het voorbeelddorpenplan. Ze sloegen de handen in elkaar en riepen een stichting in het leven. Hetzelfde gebeurde in Kerkhoven. Voor de uitvoering van de plannen was veel geld nodig. Maar omdat het hier een experiment betrof, hoefden de boeren maar de helft van de kosten te dragen. De andere helft werd uit Marshallgelden gefinancierd. Af en toe kwamen de Amerikaanse vertegenwoordigers zich van de vorderingen op de hoogte stellen. In Rottevallen werd onder andere de bouw van een loopstal bezichtigd. Kerkhoven maakten de Amerikanen een vergadering van het stichtingsbestuur mee. De resultaten van het vooronderzoek waren door de consulent in kaart gebracht. De zwakke plekken in de bedrijfsvoering, dat zijn de rode stippen, kwamen uit dat onderzoek duidelijk tevoorschijn. Deskundigen van de organisatie legden op dezelfde manier de gegevens over de huishouding vast. Dit alles werd het uitgangspunt voor het verbeteringsplan. Bij de uitvoering van het plan werd elk stichtingsbestuur bijgestaan door een raad van advies. In deze raad van advies hadden deskundigen op allerlei gebied en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties en overheid zitting. Niets werd door deze deskundigen aan het toeval overgelaten. Overal was het een en al bedrijvigheid. Om cultuurtechnisch werk, zoals herontginning, waarmee doorgaans veel geld gemoeid is, doelmatig op te zetten en zo lonend mogelijk te maken, biedt een voorbeelddorp ideale mogelijkheden. De gemeente besloot de aanleg van waterleiding vervroegd uit te voeren, in samenwerking met de coöperatieve zuivelbank in Leeuwarden. Het grondse laagspanningsnet werd verzwaard om uitbreiding van het aantal elektromotoren en elektrische apparaten mogelijk te maken. In Kerkhoven besteedde de gemeente extra zorg aan de wegen. De wegbermen werden onder handen genomen.
kuilen en gaten werden opgevuld. Ondertussen werden op grote schaal grondmonsters genomen om een inzicht te krijgen in de bemestingstoestand. Aan de hand van deze gegevens, de beschikbare arbeidskrachten en de veebezetting, werd vervolgens, in overleg met de assistent van de voorlichtingsdienst, het bedrijfsplan van elke deelnemer herzien. Grasland werd opnieuw ingezaaid. Alleen het beste zaai- en pootgoed kwam in aanmerking. Het pluimvee werd grondig geselecteerd. Nieuw en beter fokmateriaal. Er werd vee met een hogere productie aangeschaft. Scholing van de deelnemers werd intussen hard gewerkt. De verenigingen van deelnemers organiseerden cursussen over huishoudelijke onderwerpen, opdat de vrouwen straks ten volle van alle verbeteringen zouden kunnen profiteren. Ook voor de mannen werden cursussen georganiseerd. Natuurlijk op de eerste plaats ter verhoging van hun landbouwkundige kennis. Zelfs aan de handvaardigheid werd, zoals u ziet, de nodige aandacht besteed. Zo bereidde elk een zich voor. En vol ongeduld droeg ieder zijn steentje bij om het oude zo snel mogelijk op te ruimen en de verbeteringen zo spoedig mogelijk gereed te krijgen. Dat het beste is dat u zelf eens gaat kijken hoe het er nu uitziet. Ja, het harde werken heeft succes gehad. Dit is het resultaat van de herontginning. Om het volle profijt te hebben, werd ook de waterbeheersing grondig verbeterd. Immers, geen goede grond zonder goede waterbeheersing. Hier werd het gebrek aan stalruimte, dat bij intensivering van het bedrijf vaak een knelpunt is, opgelost door het jongvee 's winters in een open loopstal onder te brengen en de jongveestallen voor grootvee geschikt te maken. Deze stal voldoet nu aan de moderne eis van licht en lucht. Voor een voldoend aantal goede luchtkokers, ventilatiedorpels en grote ramen is gezorgd. De stal die vroeger plaats bood aan 24 dieren, kan er nu 44 bergen. De gunstige ligging van de spoelplaats betekent arbeidsbesparing bij de reiniging van het melkgereedschap. De moderne reinigingsapparaten
komen de hygiënische melkwinning en dus de kwaliteit van de melk ten goede. Maar een boerderij is niet alleen stal en spoelplaats. Wat voor het bedrijf geldt, geldt ook voor het huishouden. Het lange heen en weer lopen van de huisvrouw behoort nu tot het verleden. Zoals het thans binnenshuis is, zo is het ook daarbuiten. Zie hier een moderne huisvesting van de kippen. De dikstrooiselmethode die hier wordt toegepast, betekent een geringere kans op ziekten. Licht en lucht, ook in de nieuwe varkenshokken. Kwamen op elk bedrijf de daar passende verbeteringen tot stand. De onderlinge samenwerking groeide gestadig. Een sprekend voorbeeld hiervan is deze nieuwe loods van de coöperatieve werktuigenvereniging, waarvan de zolder bovendien wordt gebruikt voor de gemeenschappelijke opfok van kuikens. Kerkhoven kent u niet meer terug. De hinderlijk inspringende gedeelten van de houtwallen langs de percelen zijn nu opgeruimd. Veel grasland werd opnieuw ingezaaid. Nu vinden we er koeien van hogere productiviteit, die natuurlijk tot éénzelfde veeslag behoren. De primitieve afrasteringen zijn door schrikdraden vervangen. Met eigen, gemeenschappelijk geselecteerd pootgoed werd een aardappelgewas verkregen dat er zijn mag. In het bouwplan werd ook mais opgenomen. Dit droeg mede bij tot een ruimere vruchtwisseling. Deze uitbreiding van de maïsteelt bracht nieuwe droogrennen in Kerkhoven. Aan de verbouw van erwten werd een grotere plaats ingeruimd. De landwegen zijn nu heel wat beter te bereiden. En in de stoppel komt nu geen opslag meer voor. De inrichting van de varkenshokken belangrijk verbeterd. En het belangrijkste van alles, het voeren, geschiet thans oordeelkundig en met overleg. Herinnert u zich nog dit oude zeugenhok? Nu regent het er niet meer in. Ook hier wordt nu de dikstrooiselmethode toegepast. Het gebruik van een gemeenschappelijk legnest geeft dit resultaat: schone eieren. De oude stal van vroeger is gemoderniseerd.
U ziet dat modernisering van de stal ook op een klein bedrijf mogelijk is. Deze oude keuken kent u nog wel. Wat denkt u er nu van? En die oude slaapplaats op de open zolder? Zo ziet die zolder er nu uit. Van daloude bedstee werd een kleerkast gemaakt. Badgelegenheid was praktisch nergens aanwezig, maar nu zijn er, waar mogelijk, douches. Evenals in Rottevallen groeide ook in Kerkhoven de onderlinge samenwerking. Men ging onder andere over tot het gemeenschappelijk gebruik van een aardappelrooimachine, wat de uitbreiding van de aardappelteelt bevorderde. Zullen al deze verbeteringen tenslotte hun geld opbrengen? De eerste resultaten zijn in elk geval veelbelovend. Dat blijkt wel uit de boekhouding die elke deelnemer van zijn eigen bedrijf bijhoudt. De voorlopige conclusie is dan ook dat de geïnvesteerde gelden wel besteed zijn. Het bedrijfsleven heeft intussen uit zichzelf reeds belangrijk meer geld erin gestoken dan waartoe men zich oorspronkelijk verplicht had. Het nut en gemak van een eigen bank kwam bij de uitbreiding van het geldverkeer zeer van pas. Afgezien van de resultaten voor de deelnemers zelf, belooft het voorbeelddorp als nieuwe methode van landbouwvoorlichting uitstekende diensten te zullen bewijzen. In 1954, het eerste jaar van hun bestaan, werden de voorbeelddorpen reeds door niet minder dan 9000 mensen bezocht. Zowel uit ons eigen land als uit het buitenland. Haar Majesteit de Koningin gaf blijk van haar belangstelling. Voorbeelddorpen een kijkje gaat nemen, wordt getroffen door het vele productieve werk dat er gezamenlijk verzet is. Een resultaat dat slechts bereikt kon worden door de bezieling en de geestdrift van deelnemers en organisatoren. Kortom van allen die het welzijn ten plattelande na aan het hart ligt. De opgewekte bedrijvigheid wordt slechts onderbroken om uit de welverdiende zondagsrust nieuwe energie te putten, lust tot de arbeid en vertrouwen in de toekomst.